Helaas zit er één pijnpunt in dit dossier. En dat betreft de vestiging van een Lidl in Dronten West. Uit onderzoek blijkt overduidelijk dat er geen noodzaak is tot uitbreiding van het aantal vierkante meters vloeroppervlakte in de gemeente Dronten. Er is al veel leegstand in Dronten en zeker voor Zwifterband en mogelijk ook voor Biddinghuizen en de winkeliers in Zuiderzee. Winkelcentrum heeft de vestiging van een Lidl in West als gevolg van aanzuigende werking negatieve consequenties. Als we over dit punt praten met de gemeente, wordt verwezen naar een raadsbesluit uit 2016. December 2016 om precies te zijn. Wat het OVDD betreft is de werkelijkheid van 2019 een andere dan die van 2016. En wij roepen dan ook de gemeenteraad op om de komende weken nog eens kritisch te kijken naar de mogelijke gevolgen van de vestiging van een Lidl in West. En mijn motto daarbij is: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.